kijkers van de Online Garage. Ik ben net terug van mijn vakantie. Misschien hebben jullie de vakantievideo wel gezien. Of hij was misschien zo slecht dat ik hem niet eens heb geüpload. Geen idee. Eindelijk weer een video dat we over voertuigen gaan hebben. Niet over auto's helaas, maar over de drifttrike. De drifttrike gaan wij gewoon lekker driften vandaag. Want dat hebben we nog nooit gedaan. Hij is al maanden af, maar we hebben nog nooit gedrift. Wat we nodig hebben is PVC rond de achterwielen. Nou, dit is echt perfect. Supermooi. En ik ga rond de achterwielen zetten. Dat is nodig om te kunnen driften. Een klein voorproefje van de toekomst. Zo gaat dat er dan ongeveer uitzien. Ik heb het nu nog niet gedaan, want die dingen zitten er nog niet omheen. Dus daarom een voorproefje uit de toekomst. Mijn buurman hier in mijn garageboxen, die is zo aardig geweest om mij deze PVC-buis te geven. Ik heb even zitten klooien om deze geprobeerd overheen te krijgen. Maar dat is mij niet gelukt. En dat komt omdat de diameter... Die is gewoon net ietsjes te klein. Je ziet het al. Ik kreeg die band hier niet in. Dat was gewoon onmogelijk. Want het is best wel stugge band. En die gaat hier niet in. Toch super bedankt naar mijn buurman hier in de garagebox. Die volgens mij ook mijn video's kijkt. Dus thanks hiervoor. Maar helaas kan ik het niet gebruiken. Dit heb ik besteld. En er was een kijker. Die attendeerde me hierop. En hij heeft ook een marktplaats dingetje. Ik weet niet of die nog bestaat. Die marktplaats advertentie. Want deze heb ik al een tijdje liggen. En deze video is wat later uitgekomen. Maar als die nog bestaat. Dan zal ik het linkje even in de beschrijving zetten. Voor als jullie dit ook zoeken. Ik ga deze er omheen proberen te krijgen. Ik denk dat ik eerst wat lucht uit de banden moet halen. En dan ze weer oppompen. Dan krijg ik ze er omheen. Ik weet niet precies hoe ik hier lucht uit ga halen. Maar dat komt wel goed. Ik ga eerst kijken of die niet gewoon nu al past, want er zit al vrij weinig druk in de banden. Oh ja, ik vond het ook wel mooi dat heel veel kijkers al op waren gevallen dat hier een motorblok ligt. Dat ligt er voor een reden. Die reden die ga ik nog een keer vertellen, maar niet nu, want we zijn nu met de drifttrike bezig. Ohoho! Dit past gewoon al. Oké, dat is op zich wel chill. Maar het geeft me ook wat zorgen. Want ik weet nu niet of die nu super goed vast gaat zitten als ik de band oppomp. Ik ga even kijken of ik hem verder kan krijgen. Ah, dit gaat best wel prima eigenlijk. Ik ben echt nog maar één dag terug van vakantie. Blijkbaar is het in Nederland ook niet koud geweest. Want hier in mijn garagebox is het echt super warm. Dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar buiten met dit ding. Nou, het zit wel aardig in het midden, geloof ik. Het schuift nu nog niet eraf, omdat ik hem natuurlijk erop heb getimmerd. Maar ik ga nu wat meer druk in die band zetten. Dan moet ik even naar een pompstation. Ik heb hier geen compressor. Volgens mij zat er 1 bar in en kunnen ze tot 6 bar. Dat is wel echt de limiet. Maar ik denk dat die band nogal wat uitzet. Dit is een versleten band. Dus als je nieuwe banden hebt, dan denk ik dat deze dingen iets beter passen. De drift sleeves, PVC dingen, units, die zitten erop. De bandjes zijn nog niet opgepompt, dus ze zitten nog aardig los. Vind ik een beetje jammer, want ik had eigenlijk gehoopt dat ik de druk eerst omlaag moet doen, dan eroverheen en dan de druk weer terug omhoog brengen. Maar nu denk ik dat we toch gewoon zo moeten gaan pompen en dan kijken of ze vast komen te zitten. Ik denk het zelf van wel, want die band zet natuurlijk uit als je hem oppompt. Ik ga nu even kijken of die gewoon lekker rolt en of ze er meteen afvliegen. Ik denk het namelijk wel. Jullie zien het misschien al, ze zijn er afgelopen. Tenminste, niet helemaal, maar ze zitten er half naast. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als we gaan driften, komen er nog veel grotere krachten op dan alleen dit. Dus daarom moeten ze echt even goed vastzitten. Mocht het nou niet lukken, heb ik ook al bedacht. Als ik straks er druk op zet en ze zitten nog steeds niet goed vast, heb ik nog een plan B. Maar daar moeten jullie dan even op wachten. Dat komt namelijk wel goed. We kunnen altijd nog nieuwe... Ik kan altijd nog nieuwe bandjes halen en dan zitten ze sowieso netjes. We zijn aangekomen. Zo, ik moet even op de grond gaan liggen. We zijn aangekomen bij het pompstationnetje. Hier hebben we de slang. Ik moet even mijn 50 cent erin gooien en dan kunnen we gaan pompen. De vorige keer deed deze het niet, dus ik hoop dat hij het nu wel doet. Ik heb ze even mooi in het midden gezet. Dus ik pomp ze op. Staat op maximaal 4 bar. Dus ik denk dat ik nu gewoon even voor 3,5 ga. Is best wel heel erg veel. Maar we gaan het gewoon doen. Dat ding is weer stuk. Hij wil weer mijn pas niet accepteren. Dus ik ben helemaal hier naartoe gelopen. En het is niet makkelijk met dat drifttrike ding om te lopen. Dus ik ben niet heel erg blij. Dus ik denk dat ik even van iemand 50 cent ga jatten of lenen.
En dan hoop ik maar dat ik niet helemaal terug hoef. Een super aardige meneer bij het tankstation, die heeft mij 50 cent gegund. Dus dat is super mooi. Daar kan ik dit ding op gaan pompen. Het is al sketch, man, eigenlijk. 3,5 bar even erin, hè. Zit ik hier wel veilig, eigenlijk. Oké, hij heeft de 3,5 bar bereikt. Ja hoor, die zit wel vast. Haha, andere kant. Zo, 4 bar in beide banden. Ik vind het helemaal mooi. Ik ga eens even kijken of dit ding nog wil starten. Want hij heeft al een hele tijd niet gestart. Ik zie geen reden om niet te starten eigenlijk. Nou, blijkbaar ziet dit ding wel een reden om niet te starten, want hij start niet. Oh, haha, ik moet wel de sleutel omdraaien. Start als een nieuwe! Mooi, hij doet het. En hij kan bochten maken. Super chill. We zijn helemaal klaar. Nou terug naar de garagebox. Ik ga niet rijden, want rijden met het ding op de openbare weg is niet echt toegestaan. En de camera batterij is bijna op. Dus in de volgende clip gaan we gewoon lekker plezier hebben hiermee. Want het is hartstikke leuk. De banden draaien. Ze spinnen mooi. Ik ga er nu nog niet op rijden, want ik ben in mijn eentje hier en het is leuker als ik dat met mijn matties allemaal doe. Ik vind het helemaal mooi. We zijn buiten en ik heb mijn stuntpiloot Ruben erop gezet. Gaat hartstikke goed joh. Zo, die camera doet het trouwens heel goed in het donker. Het is veel donkerder dan dat het op camera lijkt. Het is 10 uur 's avonds of zo, geen idee. Doe jij nog even mooi. Oh, hij slaat af. Wat doe je nou weer, Ruben? Kan je niet rijden of zo? Ah, hij loopt gewoon een beetje. Hij is gewoon goed, Ruben. Wat ben je nou aan het doen, joh? Wat we net hadden, hij sloeg een paar keer af en dat kwam omdat deze dop, daar heb ik een schroefje in gedaan omdat anders lekte er in bochten benzine uit. Maar eigenlijk moeten we hier een slangetje op hebben die ergens naartoe loopt, dat we hier zowel lucht in de tank krijgen. Want de tank moet natuurlijk, als de brandstof eruit gaat, moet er lucht bij kunnen komen. En dat is nu dus niet het geval, de tank die trekt vacuüm en dat is het probleem. Ik ga ook eventjes een stukje rijden.
een banks komen uit dat ding. Dan sta je alweer achterstevoren. Yep. Richting de box? Yep. Terug naar de box. En dan gaan we verder als het een keer licht is. Ook al doet de camera het heel goed in het donker. Ik had beloofd om maar even buiten te gaan rijden, maar dat gaat helaas niet. Want ik had een moer verloren van het wiel en die is best wel kritisch, dus ik kan nu even niet buiten rijden. Wat ik wel heb gedaan is, ik ben even met de driftrike heb ik even meegenomen naar mijn werk, want daar heb ik een mooie bankschroef, dat heb ik hier niet, want mijn kast is een beetje, ja, Flopdiwotski. Als ik daar een bankschroef op zet en ik trek aan iets, dan trek ik heel de kast van de muur. Maar daar hadden we een stevige bankschroef en daar heb ik hem even in kunnen zetten, het uitlaatje. Heb ik hem naar beneden kunnen buigen en nu zit hij helemaal mooi onder het stoeltje. Ik heb hier zo heb ik een soort spons, een pannenspons tussen gedaan. En dat werkt als isolatiemateriaal. Het werkt beter dan je misschien zou verwachten, dus dat is super mooi. De stoel werkt niet super heet. Het ziet er goed uit. Hij steekt niet meer meters de lucht in. Ik ga nu even niet meer buiten rijden. Dat wordt de volgende video. Doe een like op deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Zeg tot de volgende video. Dag.